First Lady Melissa Santokis-Sinashiri heeft in verband met de aankomende feestdagen wederom enkele Surinamers blij gemaakt. Gisteren was het de beurt aan bewoners van Mariënburg in het district Kommewijnen. Uit handen van de presidentsvrouwen kregen de mensen onder andere een kersbrood, kaas en handsanitizer. First Lady Santokki wenste de bewoners alvast fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar toe. Net als in Lelydorp bracht de First Lady de pakketjes al lopend naar de mensen toe. Behalve de bewoners van Mariënburg heeft de First Lady ook kinderhuis Leliendaal en het bejaardentehuis Simba bezocht. Deze tehuizen kregen behalve kersbrood en kaas ook een bedrag van 5000 SAD voor de nodige inkopen in verband met de feestdagen.